verwacht ik dat de dansvloeren snel weer helemaal gevuld zijn. Ik weet zeker dat we het nachtleven meer gaan waarderen dan we ooit hebben gedaan. Het gaat ervoor zorgen dat we weer gaan samenleven in plaats van langs elkaar heen. Dus ik heb goede hoop dat wanneer het weer kan, dat het vlammend zal zijn. Het kabinet gaat in overleg met de nachthoreca om te kijken of ze geholpen zouden zijn met een 1G-beleid. Wij vragen Joey Santon van Toffler en Thijs Boer van Stichting De Nachtwacht. Het heeft niet onze voorkeurlies gaan natuurlijk gewoon open hoe het voorheen was voor de coronatijdperk. Gewoon open en drank voor iedereen. Dat gaat onze voorkeur uit. Liever sluiten we geen mensen uit door basis van 1G, 2G of 3G. Ik denk dat andere landen om ze heen aantonen dat het kan. Engeland, Denemarken, daar hebben we het voortouw in. Dus ik vind deze periode van de coronapandemie niet echt noodzakelijk op die manier. Maar. Denk je dat het 1G-beleid het nachtleven zodanig kan veranderen? Ja, zeker. Kijk, je had natuurlijk de spontaniteit weg. Normaal kon je gewoon even een drankje doen op het terrasje of waar dan ook. En dan dacht je, ik ga nog wel de clubs in of iets anders doen. En nu moet je toch echt vooruit plannen, want je moet toch een testje doen vooraf. Ik weet niet hoe ze dat logistiek gaan invoeren. Maar als je bijvoorbeeld testen van toegang neemt, dan moet je toch van tevoren een afspraak maken. Dus ja, je had een beetje de charme van het nachtleven eruit, dat je spontaan dingen niet meer hebt. Je maakt de drempel hoger voor mensen om mee te doen. Je hebt hier natuurlijk in Rotterdam best wel wat plekken waar je getest kan worden. Maar we weten ook dat je geregeld enorm in de rij staat. Het is nog steeds niet heel warm. Het is gewoon koud. Gelukkig wel een zonnetje vandaag, maar je maakt die drempel veel hoger. Het is niet meer zo spontaan als dat het was. Ik weiger om als een of andere schaap mij elke keer te moeten laten testen. Ik werk zelf in het buitenland. En voordat ik gevaccineerd was, moest ik continu een stokje in mijn neus. En dat stokje hoeft voor mij niet in mijn neus om te gaan dansen, zeg maar. Ik doe het thuis al. Dat zou ik persoonlijk zelf niet doen. Waarom zou ik dat niet doen? Ja, ik vind gewoon dat Nederland is een vrij land. Ik vind dat je moet doen wat je wil kunnen doen. En daarna om per se te gaan testen, dat vind ik nou een beetje een dingetje. Ik zou dat zelf niet doen, nee. Nou ja, nu heb ik best wel lang zeg maar thuis gezeten, dus dan zou ik het wel doen. Want ik weet gewoon hoeveel plezier eruit haalt, zeg maar. Al ben ik er wel echt op tegen. Verwachten jullie dat het nachtleven hetzelfde zal worden voor de coronatijd? Als dadelijk het testen en de corona-check-apps allemaal verleden tijd zijn, dan verwacht ik dat het nachtleven wel weer gaat zijn zoals het hoort.